Amerika, goedemiddag. Hallo. Vraagje, NCZ, waar staat dat voor? Wat doen jullie? Wat doen wij? Wij verbinden, bevorderen en behartigen cliëntenraden. En centrale cliëntenraden, cliëntenraadondersteuners. Juist. En we hebben de afgelopen week hebben gespart en hebben een aantal dialogen samen ontwikkeld. Waarom die dialogen? En waarom wil je die op die manier ook een soort van gereed zetten voor cliëntenraden? Nou, voor cliëntenraden is het heel belangrijk om te weten wat de wensen en behoeften van hun achterban zijn. Dat is hun bestaansrecht. En bovendien is het hun plicht vanuit de WMCZ 2018 om regelmatig die wensen en behoeften te inventariseren. Dat is best lastig. Je hebt te maken met privacywetgeving. Soms met een organisatie die het ook lastig vindt dat jij dat als cliëntenraad gaat doen. Dus ik denk met deze standaarddialogen, we hebben een speerpuntdialoog en een instemmingsdialoog, dus we hebben drie standaarddialogen, dat we daarmee iets makkelijker maken voor cliëntenraad. En als ik dat wil als cliëntenraad, wat moet ik doen? En wat doet de dialoog van de NCZ vanzelf voor mij? Nou ja, er staan dus standaard een aantal vragen in die dialogen. Dus die hoef je niet te bedenken. Dat is het moeilijkste. Ja, wat je wel moet doen is natuurlijk je melden bij NCZ. Ja. En je gegevens hebben we nodig. En dan krijg je een inlogcode waarmee je zelf mensen kunt uitnodigen voor die dialoog. Maar die dialoog die is klaar. Hey, je zegt ook nog duidelijk. En je zegt ook nog iets over cliëntenraden moeten dat. En je verwijst naar een wet. Kun je dat iets verder toelichten? Waar zit die moed? Ja, nou in die WMCZ 2018 staat echt expliciet, cliëntenraden moeten de wensen en behoeften van hun achterban regelmatig inventariseren. Mm-hmm. En daarnaast moeten zorgorganisaties die langdurig zorg verlenen, cliënten inspraak verlenen op zaken die van belang zijn voor die cliënten. En nou, als je dan als cliëntenraad het niet eens bent met je bestuurder en je komt bijvoorbeeld voor een geschillencommissie te zitten, dan kijkt die commissie ook echt, wat heb je gedaan om erachter te komen wat jouw achterban vindt van het besluit van de zorginstelling. Hè? Bijvoorbeeld, we gaan over op diepvriesmaaltijden in plaats van koken, daar ben je het als cliëntenraad niet mee eens. Maar is dat dan ook gebaseerd op wat de achterban vindt en wil? En zo niet, dan zal zo'n commissie je daarop afrekenen. Dus daar wordt heel nauw naar gekeken. Dus je kan beter aan de voorkant zorgen dat je goed met de achterban in dialoog bent en snapt wat er leeft en speelt, gewenst en geëist wordt. Dat is je bestaansrecht. En ja. Je zit daar bij de gratie van die achterban. Anders dan word je een losgezongen clubje. Dan is het schijnmedezeggenschap. Dan ben je heel druk bezig, maar niet voor die cliënten, maar vooral voor jezelf. En dat is niet de bedoeling. Ja, ja. En de cliëntenraden zijn denk ik niet geholpen met als resultaat een heel lang Excel-sheet met honderden stukjes tekst waar ze zelf doorheen moeten. Kun je iets zeggen over wat de NCZ-dialogen voor cliëntenraden aan resultaten, zichtbare resultaten biedt? Ja, dat programma biedt de mogelijkheid inderdaad om alle data eruit te halen. Maar er zitten ook hele goede grafieken en percentages in. Er zit een tweede ronde dialoog in, waarbij de deelnemers elkaars meningen nog kunnen beoordelen. En daar ontstaat een top 5 en een bottom 5 uit. Dus dan hoef je niet alle data door. Dan krijg je in 5 regeltjes te zien, wat vindt nou de achterban het belangrijkste en wat het minst belangrijk. Ja, 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 ja. Oké, dank voor de toelichting. Ook even over NCZ zelf. Dus naar jullie website toe. Ja. En heb je nog iets aantrekkelijks voor de haantjes, de voorsten, de eerste, de innovators op dit vlak? Nou ja, die helpen we natuurlijk van A tot Z. Hè, ja. De eerste partijen die meedoen, die helpen we van A tot Z om te ook voor onszelf om te kijken hoe het gaat. Ja, 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 ja. Oké, naar de NCZ-site. Oké, NCZ.nl. Doeg!